Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander en Maxima in Rauw van Holland. Deze week togen Prins Willem-Alexander en Maxima naar de Zaanse Schans, welke altijd garant staat voor fotogenieke plaatjes. Zie hier Japanse bezoekers aan ons schone land, die genieten van een bijzondere en zonnige dag. Ja meneer, dat mag gefilmd worden. Met gezwinde spoed trok men naar de kade in afwachting van het oranje bezoek. En ja hoor, met de motorsloep vernoemd naar prinses Christina, kwamen prins Willem-Alexander en Maxima de Zaanse Schans verblijden met hun bezoek. De menigte was uitzinnig en iedereen wilde de rode robe van de aanstaande koningin aanraken. Maxima wist met haar charmes en spontaniteit deze onverwachte wending direct naar haar hand te zetten. Bewust van het strakke schema moest de prins met besliste hand ingrijpen. De voet verder naar een oud-Hollands kruideniertje. Ook daar waren de omstanders even enthousiast. Dit Zaanse wiefje heette het prinselijk paar welkom en lichtte de lange geschiedenis van de winkel toe. Prins Willem-Alexander verdiepte zich onmiddellijk in het ambachtelijk gebrouwen oranje bitter. Hoe het hier is en dat vinden de mensen allemaal heel erg leuk. Natuurlijk, Alexander! En door ging het paar om te genieten van de vele pittoreske plekjes. Willem-Alexander en Maxima in Rauw van Holland. Wederom bezocht het prinselijk paar de Zaanse Schans. Het rood-wit-blauw zierde de huizen. In deze oud-Hollandse reuzenklomp poseerde het paar statig, doch losjes tegelijk. Ook een stoepwinkeltje werd aangedaan. Dit leverde hilarische plaatjes op. Behoren tot de passie van Maxime. Vanzelfsprekend werd dit prachtige winkeltje bezocht. Koninklijke Hoogheid, welkom hier op de Zaanse Schans. Wat heerlijk dat u ons met een blijk wilt. Gaat u hier kopen? Sorry. Geen commentaar. Sorry. Ook de prins toonde zijn interesse. Het is mogelijk om misschien wat antieke popjes te bekijken. Ja, nou, we zullen eens even kijken. Ik heb hier een heel bijzonder exemplaar. Hele duren? Dat is er een in de oud-Hollandse klederdracht. Dat komt u bijna nooit meer tegen. Dat is een... Vol bewondering werd dit unieke, onbetaalbare popje van... En door ging de stoet. Op het koninklijke rijwiel kwam men een super oranje vent tegen. Dromen komen toch nog uit, Maxima, je wordt gebruikt. Onze prins, hij vroeg haar hand, nu juicht heel het vaderland. Leuk dat je er zijn allemaal. Maxima was onder de indruk van de oranje snuisterijtjes. De Willem-Alexander en Maxima puzzel. Het Maxima popje. En de wc-borstel. En de Maxima parfum. En de vingertjes. Maar ook de prins Willem-Alexander en Maxima Burtjes
en de prins Willem-Alexander en Maxima vlaggetjes werden zeer geapprecieerd. En wat van deze pen te denken? Maar ook voor de huwelijksnacht had de oranje fan een verrassing in petto. Maar de plicht roept. Een bezoek aan een geheime locatie voor het selecteren van de bruidsjurk stond op het programma. De pers mocht hier helaas niet bij aanwezig zijn. Sorry. Ik heb het niet verstaan. Ik ga naar de bruidegom. Ondanks het oploopje wist de prins het hoofd koel te houden. Ach, oh, het was verschrikkelijk. Wat een drukte buiten. Ik heb het al gezien. Ik ben zo nerveus. Is dit de jurk? Ja, het is iets beeldigs, iets koninklijks. Oh, ik vind hem geweldig. Prachtige stenen. Ach, ik ben lyrisch. Ik ga hem aandoen. Prins Willem-Alexander toonde zijn oprechte interesse. Hoe is dat, Marco en Janine en Leontien? Don't cry for me, Argentina. Ja, hij is een beetje te klein. Oh. Hoe is het met Kobe en Stefan? Met gepaste trots presenteren wij de eerste beelden van de maagdelijke trouwjurk van Maxima. Misschien moeten we even naar buiten om te bekijken hoe die jurk het doet in het licht. Natuurlijk. Maxima! Van Maxima wist de prins de situatie te redden. Oh nee, oh Alexander, je bent een beetje dom. Achteraf gezien leek het idee misschien iets te verkrampen. Tot volgende week en onthoud, hou van Holland.